Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag ga ik het hebben over een hybrid business model. Je ziet iedereen online praten over online ondernemen of crypto of forex of wat is nou het beste business model dat jij kan starten om 10k per maand te gaan verdienen. Waar het allemaal op neerkomt is dat je een paar duizend euro winst voor jezelf kan maken iedere maand, zodat jij de keuze kan maken dat je kan stoppen met de banen als je die haat. Kan stoppen met de studie die je hebt, dat je je eigen tijden kan bepalen, dat je je eigen locatie kan bepalen, zoals ik hier in Bali zit bijvoorbeeld, maar dat je ook geen zorgen hoeft te maken over geld. Dat is de hele reden waarom dat er zoveel geadverteerd wordt door verschillende goeroes over dat 10k per maand verdienen. De hele achterliggende gedachte dat ze dit doen is natuurlijk om hun eigen cursus te verkopen. En ja, ik heb zelf ook een coachingstraject. Maar ik ga je precies vertellen in deze video waarom ik een hybride business model heb gebouwd. Je ziet heel veel van deze coaches, gurus, hoe je ze ook wil noemen, mentoren, consultants, wat voor woord je er ook aan wil plakken, die één business model leren. Ze kennen maar één business model en ze hebben maar één business model onder de knie. En dat is het enige wat ze jou verder kunnen leren. De afgelopen jaren heb ik meerdere business modellen gedaan. En heb ik twee business modellen met succes het pad bewandeld. Dat is het verkopen van Bol en Shopify dropshipping. En deze in combinatie zijn echt verschrikkelijk gevaarlijk om financieel vrij te worden. En ik ga je precies uitleggen waarom. Want wat zijn nou de voordelen van verkoop via Bol? Nou, Bol heeft al 2 miljoen bezoekers dagelijks per dag. En jij kan jezelf aansluiten bij dat platform. Daarmee kan je dus organisch wat sales gaan genereren. En door middel van Bol kan je dus een mooie start maken met jouw producten via een fulfillment center, etc. Of via LVB of wat dan ook. Het grote voordeel hieraan is dat je geen advertentiekosten hebt en dat je wat cashflow kan genereren. Nadeel is dat je wel afhankelijk bent via dan van Bol. Alleen hoe wij het nou combineren is dus door of eerst producten op Bol te testen. Dus je zet een x-aantal producten op Bol, je verkoopt deze producten. Dan ga je kijken of je deze producten kan branden. Zodra je dat brand hebt, kan je het op Shopify gaan dropshippen of via je fulfillment center gaan verkopen. Maar wat je ook zou kunnen doen is gaan Shopify dropshippen, producten gaan testen, kijken wat aanslaat. Zodra je een winnend product hebt, maak je daar een brand van en kan je dat product ook op bol.com gaan plaatsen voor extra revenue. Dat is eigenlijk een lethal combination, omdat je dus twee van de beste werelden hebt. Veel mensen zullen zeggen van hey, of verkopen op Bol is het beste of Shopify dropshipping is het beste. Of in ieder geval eigen website of hoe je het ook wil noemen. Maar een combinatie van deze twee is echt super, omdat je echt beide werelden bij je pakt. En zeker als je een beginnend bent, dan weet je nog niet welk business model het beste voor jou is weggelegd. Misschien vind je ads wel helemaal niks, dan is verkopen voor Bol wel iets voor jou. Maar misschien vind jij het hebben van voorraad helemaal niks. Dan is verkopen op Bol misschien iets minder voor jou. En daarom hebben wij ook een traject waarin we dus kijken welke van de twee het beste is. En het verschilt ook hoeveel kapitaal je hebt en hoeveel tijd je hebt. Dus als jij super weinig tijd hebt en super weinig kapitaal, dan zou ik eerder starten met verkopen op Bol. Omdat het risico daar een stuk lager is. Maar heb je iets meer kapitaal, iets meer tijd, iets betere mindset, dan zou ik altijd gaan voor Shopify dropshipping. Omdat de returns gewoon zoveel gekker kunnen zijn, omdat je niet afhankelijk bent van Bol als partner. Dus dat is eigenlijk het hybride business model. En ik zal je even kort vertellen hoe ik hier zelf mee ben begonnen. In 2019 kwam een middelbare schoolvriend naar me toe. En hij zei van, hey, misschien moeten we online ondernemen. Of misschien willen we iets proberen. Of we hadden het erover. We waren in de gym. We waren lekker aan het knallen. Ten opzichte van de rest van mijn klasgenoten die alleen maar aan het zuipen waren. En aan het feesten waren. Ja, waren wij een beetje in de gym wat dingen aan het proberen. Nog niet heel lang in de gym actief destijds. En we kwamen elkaar steeds vaker tegen in die gym en we dachten van laten we iets proberen. Nou, toen hebben we gewoon een papiertje geschreven wat de beste business modellen waren en zijn begonnen met Shopify dropshipping. In een half jaar tijd heb ik slechts 5 producten getest. En als je nu weet dat sommige mensen 5 producten per dag testen, duurde dingen bij mij ontzettend lang. Dat ik heel veel research deed, heel perfectionistisch aan de slag wilde gaan. Maar zo ontwikkelde ik wel de skills van het bouwen van de juiste website, product research, etc. Het 5e product dat ik testte sloeg gelijk aan. Ik verdiende een paar honderd euro per dag winst. En ik ging gelijk naar Marbella in de COVID-periode. Met een universitaire vriend, om het zo maar te zeggen.
Daar begon het online ondernemen voor mij en destijds vervulde ik nog alle orders via AliExpress, etc. En ja, eigenlijk een half jaar later ben ik toen ook begonnen met de verkoop via Bol. Omdat ik ja, heel inconsistent aan het dropshippen was. Ene maand was het supergoed, andere maand was het minder. Kwam ook zeker door de skills die ik had. Ik had super lage skills als het ging op Shopify dropshipping. Er waren weinig goede mentoren destijds. Ja, er waren minder mogelijkheden ten opzichte van nu. Daar ben ik heilig van overtuigd dat er nu veel meer kansen zijn omtrent Shopify dropshipping, verkopen op Bol, e-commerce in het algemeen. Dat is ook een van de redenen waarom ja, ik dit nog steeds op de dag van vandaag doe. Dus ik run op de dag van vandaag nog steeds een brand op Bol en op Shopify. En ik ben nog steeds aan het dropshippen momenteel. Nou, zoals je weet maak ik super veel video's over Shopify dropshipping, verkopen op Bol. Maar heb ik nog heel weinig laten zien over datgene wat ik afgelopen 4, 5 jaar heb gedaan. En ik ga de komende tijd wat challenges doen. Ik ga je precies laten zien hoe ik bepaalde dingen doe. Hoe ik dus een store bouw. Hoe ik producten vind. Om jou een betere insight te geven. Want ik ben erachter gekomen, ik kan wel allemaal gaan prediken wat dat allemaal zo goed is. En waarom ik het allemaal doe. En waarom klanten dit voor mij doen. Maar ik wil ook aan jou laten zien van hey, hoe moet je het nou daadwerkelijk doen? En ik denk dat ik een van de transparantste kanalen heb omtrent e-com gurus. Ik zit niet in een Emangatsi setup. Ik hou het gewoon real met je. Geen fucking bullshit. Net als al die andere coaches die een traject laten kopen en dan weer een traject laten kopen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik geef je superveel gratis value in deze video's. En mocht je interesse hebben in 1-op-1 coaching voor Bol of voor Shopify, plan dan een gratis call hieronder. Of check sowieso hieronder mijn socials. Volg me op Instagram, et cetera. En dan ga ik je enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij ook enorm rijk kunt worden met een van deze twee businessmodellen. En wat ik je als laatste tip wil meegeven, kies een van deze twee. Ga all in en stop niet. Want als je niet stopt, kan je ook niet falen. Like en abonneer en ik zie je weer de volgende keer. Ciao, ciao.